De Sint-Wilhelmusschool te Powaka bestond gisteren precies 100 jaar. Reden om feest te vieren en stil te staan bij de geschiedenis van de school. Over deze geschiedenis is helaas niet veel bekend, zegt directeur Gloria Power. De congregatie van Nederlandse Redemptionisten kwam 150 jaar geleden naar ons land en stichtte de Sint-Wilhelmusschool. Tot 1980 konden de leerlingen niet deelnemen aan de toets, omdat de school niet beschikte over bevoegde leerkrachten. Na verloop van tijd kwam daar verandering in, waardoor het een volwaardige school werd. De school heeft volgens Power een wezenlijke bijdrage geleverd aan de Surinaamse gemeenschap. Deze school heeft ingenieurs afgeleverd. Ze heeft verpleegsters afgeleverd. Ambtenaren, ondernemers, planters, catechisten en leerkrachten. En op dit moment werken er twee leerkrachten op deze school die ook op deze school gezeten hebben. De directeur vindt het belangrijk dat de geschiedenis vastgelegd wordt. Magda Sabayo schonk de school enkele boeken over Powaka die zij zelf heeft geschreven. De schoolleider Ronald Hanenberg was zeer blij met de viering van de 100ste verjaardag. De school heeft nu een mediatheek, een computerlokaal en nu is het tijd om weer een vleugel te vernieuwen. De school groeit en lokalen moeten vernieuwd en vergroot worden, zegt hij. Als oma zegt dat ze daarin heeft gezeten, dan moeten we er wat aan doen. Dus dan kwam het idee al een tijdje op gang. Ik heb met iemand gesproken en toen kwam dus ook een idee naar binnen om die vleugel ook te veranderen. Dus bij deze wil ik alvast mevrouw Gloria Power even naar voren halen. Om heel even het project dat we allemaal dus al ergens in de maak hebben, maar even ook u ter goedkeuring, dus in de aannemingsbedrijven. Is de persoon, het is een. Ja, u mag hem openmaken. Natuurlijk. Ja, ja. Het is dus een computeruitbreiding van een nieuwe lokale dat we als doel hebben om die of de lokale te vervangen. En dat gaan we allemaal als team doen. Mag ik een applaus hiervoor? De bestuursdienst van het district Para heeft de school een aqua-hydro-installatie geschonken in het kader van het moestuinenproject. Met dit project wil de bestuursdienst de schooljeugd stimuleren om aan landbouw en visserij te doen. Bij de viering waren onder meer aanwezig assembleeleden, bestuursleden van het RKBO en monseigneur Karel Tjouni.